بألك إفطار إسرن دعاء دي فر هولت فوت دس فريخت الدعاء متش فاميلي سامة أوف ألين فانيري أم دي طافل هين زيت إن ألك النخت ألك النخت بفريت الله عز وجل منسى فان ات هيل فور منسى دي دور هن زندس نار جهنم هورد تخان مار door het vasten van de maand Ramadan, door het vasten van de dagen en het bidden van de nachten, heeft Allah Azza wa Jal hun bevrijd van het hele vuur. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab aba'ina wa ummahatina minan nar. Dus O Allah, wij vragen u in deze maand om in deze nachten ons, onze zielen en die van onze vaders en moeders en die van onze geliefden te bevrijden tegen het hele vuur. Weten jullie waarom dit gebeurt in deze dagen van Ramadan? Omdat wij in deze dagen en in deze nachten van Ramadan iets hebben gedaan omwille van Allah Azza wa Jal. Met geduld en met geduld en wijsheid en nogmaals geduld hebben wij dit voor elkaar gekregen. Als wij dit voor elkaar zouden krijgen in de rest van het jaar, wallahi, Allah Azza wa Jal zou ons accepteren. Maar Allah is een hakim. Hij weet met zijn wijsheid dat wij na Ramadan waarschijnlijk weer zullen verzwakken. Vandaar dat Allah Azza wa Jal ons elk jaar een Ramadan schenkt. En zoals Ibn Rajab of een van de andere geleerden zei, Leita ayyam as-sana kullaha Ramadan. Waren alle dagen van het jaar het liefst toch Ramadan.